Juist, alleen nog maar fanatieker, omdat wij hadden zoiets met z'n drieën, met Jeroen er dan nog bij, van dit is zo mooi om te doen, dit is het allerleukste om te doen. En we willen helemaal niet stoppen, dus dit is wat wij willen. Na twee cd's heb je ongeveer gedaan wat je wilde doen en heb je toch wel enigszins een bepaalde sound neergezet die voor Jam kenmerkend was. En eigenlijk was het toen weer gewoon een soort van sprong in het diepe van nou, wat zullen we nu eens gaan doen? En vanaf dat moment en ook vooral op maart, in maart toen, was een hele ja, vruchtbare periode eigenlijk. De nieuwe bezetting is veel opener, weet je wel. Er is meer ruimte voor verschillende ritmes of melodieën of en wat meer een open couplet. En ik denk dat binnen ieder nummer wat gemiddeld zo 3 minuten duurt, is het een soort van, ja, is er meer afwisseling. En ik denk dat het vooral het nieuwe Jam is, dat het niet meer één rechte streep is die dwars door je heen gaat, maar gewoon... Ja, gewoon een mooie waterval van alles en nog wat, zou ik maar zeggen. De Greg Hever hadden we gemaild, zo met van we zouden je graag 4 nieuwe liedjes laten horen en we zoeken een nieuwe producer en we hadden dat... Via de MySpace had ik die mail gemaakt, toen kreeg ik meteen een mail terug van nou, ik wil het heel graag horen. En toen had ik hem een cd opgestuurd en dan had hij zo heel zorgvuldig geluisterd. Toen belde hij even later op en ik merkte ook meteen dat hij ook die eerste en die tweede cd zo via de iTunes had gecheckt en dingen op YouTube. Dus hij wist al meteen van ja, er zijn 2 bandleden weg en nieuwe drummen erbij en hoe kijk je daar tegenaan. En zo hebben we toen ergens midden in de nacht zo'n hele Skype... sessie gedaan en gepraat over wat eventueel het nieuwe Jam zou moeten worden en met de derde plaat. En ja, van het een kwam het ander. Toen kwam hij naar Amsterdam toe, hebben we daar nog een avond met z'n allen afgesproken. En Excelsior Recordings was er ook erg enthousiast over en wij ook. En we waren zo gefocust en zo goed bezig met hetgeen wat we eigenlijk met deze derde plaat wilden doen, dat het gewoon precies de juiste ingrediënten waren om een goede plaat te maken. En zo is dat eigenlijk geboren. Hey, wij zijn Vincent en Maurits van Jam en we gaan hier nu akoestisch voor jullie spelen. Dit is het nummer Blisters van onze nieuwe cd, Nieuw. I wasn't so familiar, no. Blisters hurt me up.